Deze beschouwing gaat over het katholicisme. Ik heb er een kopje thee bij. Als ik jullie was, zou ik het ook doen. Ik ga, nou, tegen een uur of zo, worden toch. Het is. Uh, don nee, het is vrijdag, 26 juli 2019. Vanmorgen heb ik gewerkt. Van 9 tot 1. En ik heb van 9 tot 2 betaald gekregen. Tenminste, ik heb het geld nog niet binnen. Maar... Ik werd gematst door iemand van het hoofdkantoor. Ja, het is heel warm momenteel. Er komt een weersomsdag aan. Lijkt me lekker. Ongelofelijke onweersbuien zijn er voorspeld. Maar zo mooi als het hebt over katholicisme, hè? over die weeringsomslag. Ik Pak even de buienrader erbij. Ik heb deze uitzending uh, logisch gesproken voorbereid, ik heb er goed over nagedacht. Ik heb al een paar uitzendingen gemaakt over het katholicisme. En inderdaad, in de avond gaat het regenen. Eén druppeltje. Nou, zo'n symbooltje met één druppeltje. We krijgen een beetje regen. En het regent momenteel al in Brabant en Limburg. Limburg is de provincie van Nederland waar het het meeste rekent. regent. Ja, het wordt maar wat. Ah ja, morgen wordt het nog 30 graden. Het is vandaag 38 graden, dat is best warm. Het is niet echt weer om bij te werken, het Dat is ook wel logisch, hè? Dus boven je lichaamstemperatuur. Nee. Maar goed, ik werk nu niet. Ik zit lekker in mijn Ikea-bed. Hé, hey, die katholieke kerk, wat is dat nou? Uh, punt 1, uh, uh, het betekent de universele kerk. Een katholiek, dat op zijn Grieks, je kan het, ik heb het laatst nog gecheckt. Moet je naar translate.google gaan? En dan vraag je om de vertaling van het woord universeel naar het Grieks. Dan krijg je katholiki. Dus is de katholieke kerk de universele kerk. Waarom zou je dat willen? Ja, dat vraag ik even van jou. Hè? Nou, ik denk dat je dat wil als je de baas wil zijn van deze wereld. Als je dat niet najaagt, dan maakt het je geen donder uit. En dan mag iedereen geloven wat die wil geloven. En, ja, ik hoop dat jij uh, iets gelooft wat uh, ja, zo goed is dat iedereen het zou moeten geloven. Maar dat is jouw eigen zaak. Waarom zou je een ander dwingen om te geloven wat jij gelooft? Als je gelijk hebt, we maken het uit. Kijk, je geloof, dat is de invulling van het hiaat dat ontstaat als je ziet dat het meetbare en telbare begrensd is. En dat zeg ik een beetje technisch op deze manier, omdat... De andere is dat je aanneemt dat de Bijbel het woord van God is. Maar dan gaan jullie allemaal stijgeren. De Bijbel, begint hij weer over de Bijbel. Dus laat ik die dan even terzijde laten. Oh, je hebt hem altijd achter de hand. Ik heb hier in huis heb ik er vier of zo. Vier uh, boekjes. Nee, wacht eventjes. Ik heb... Drie complete bijbels en, en twee uh, well, highlights ofzo. Vijf uh, geschriften. En de King James heb ik hier online. En de Statenvertaling heb ik ook online. Nee, ik heb het over Immanuel Kant. Die Duitse filosoof. Die heeft het aangetoond op basis van logica: dat het meetbare en telbare nooit kan komen met een verklaring van leven of moraal. En Immanuel Kant was. Ja, en voor zover ik weet, de eerste die daar zo stellig mee kwam. En na hem zijn er geweest die dat nog dunnetjes hebben overgedaan vanuit een iets andere invalshoek. En allemaal gelijkvormig met kant. Er is geen schrijver geweest die Immanuel Kant. ...heeft weerlegd. En ja, dus dat is... ...maar wereldkampioenschap of zo... ...dat staat nu al... ...240 jaar op naam... ...van Imane Kant 220 jaar. Nee, 240 jaar. 240 jaar, man. Wauw. Je hoeft niet te verwachten dat dat morgen afgelopen zal zijn. En Kant maakt duidelijk dat kennis, voor zover je het hebt over alles wat je weet van het meetbare en het telbare, de objectieve werkelijkheid, die f noemt, dat is de, de term die Kant daarvoor gebruikt. De, de, de Ershuining is reuze interessant. De, ja. Neem iemand die weet hoe je een uh, bavarois moet maken. Een huh? bavarois, als je niet geen veganist bent, huh? is een bavarois erg ja. lekker. Maak je met slagroom en uh, eieren, beender, meel, toestanden, gelatine. Nee, hey, dat is niet meer vegetarisch. Hè? <laughs> Hey, maar er zit geen vlees in in elk geval. Bavarois is echt lekker. Slagroom, veel slagroom. En dan met een smaakje erbij, met frambozen of smaak. Dat is lekker joh. Aardbeien. Of een vanille. oh man. Nee, hey, dat, dat is een wetenschap. Een Bavarava, dat is niet simpel hoor. Dat kan ik je wel vertellen. In mijn leven heb ik er een aantal gemaakt en minimaal een derde van de bavarois die ik gemaakt heb, heb. Uh, die waren onvoldoende. Uh, gasten hebben het opgegeten uit beleefdheid, maar niet omdat hij geslaagd was. Ik wil maar zeggen, de wetenschap heeft zijn waarde, maar... Het feit dat je weet hoe je een bavarawa moet maken, dat zegt niks over de herkomst van het leven. Of het doel van ons bestaan, dat soort dingen. En dat is belangrijk. Ja, niet zozeer dat wetenschap het niet vertelt, maar die vragen, dat antwoord vinden op die vragen. Want waar komen wij vandaan en uh, waarom? Zijn wij in deze, uh, ja, goed beschouwd, puinhoop beland? Zoals die Nederlandse dichter zo mooi zei, Wim T. Schippers. Maar waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Waar eens de boterbloempjes bloeiden, er staat nu een maf kasteel. Ja, dat, die, dat zijn de vragen van het leven. En als jij de baas wil zijn over ja, de wereld, dan zal je een antwoord moeten hebben over ja, de materie die gaat over uh, ja, de vraag van het leven. De, de vraag van het bestaan. Je, je, als je dat niet doet. Dan gaan mensen namelijk de, de zin van het bestaan, dat gaan ze zelf vinden. En you believe me, dan gaan ze niet achter je aanlopen gaan. Zoals ze dat in België zouden zeggen. Dat gaat niet gaan. He, mensen die weten wat het, het zin en, en het doel van het leven is. De zin, het doel van het, van het leven. Die daar een overtuiging in hebben gevonden. Die kijken naar iedere uh, heerschapper. Naar iedere heerschappij van een familie of een oligarchie of whatever. En die denken: is dit nou hier? Ja. Dus je wil die. Die zingevingsvraag, die wil je oplossen. Je wilt dat jij komt met de oplossing. En heel belangrijk is dat jij dan komt met een oplossing waar men helemaal niks aan heeft. Ook nog een keer. Even de microfoon bijstaan. Jeetje, het is warm zeg. Maar een oplossing waar men niks aan heeft. En het katholicisme, dat, dat is zo'n oplossing. Want wat heb je er aan? Het is punt 1. In het katholicisme. niet Bijbels. Terwijl het wel doet alsof het Bijbels is. In Matthäus, dat is het eerste evangelie van het Nieuwe Testament. Het eerste boek van het Nieuwe Testament. En daarvan hoofdstuk 23. En van het 23e hoofdstuk, vers nummer 9. Daar staat. Noem niemand op deze aarde je vader. Nou, en hoe word je als rechtgeaard katholiek geacht om meneer pastoor te noemen? Ja, vader natuurlijk. En ik heb ook een of andere katholiek helemaal in, in 3000 bochten zien wringen op het internet. Met een heel verhaal van, ja, het, het staat wel in de Bijbel. Maar uh, dit is nou typisch een voorbeeld van een Bijbelvers wat je moet nemen met een uh, korreltje zout. Want eigenlijk uh, moet je dat uh, zien dat er eigenlijk staat, uh, nou, dat is dan zoals wij het zien, hè, maar uh, dat je het toch doet. <laughs> ah, serieus, hè? Logica, jongen, helemaal niks. Dus je man die redeneert zo van, ja, het staat in de Bijbel dat je dat niet moet doen. En, en, en nou, dat is nou typisch zoiets dat er in de Bijbel wel eens staat dat je iets niet moet doen, terwijl je het gewoon eigenlijk wel moet doen. Zo zit de Bijbel in elkaar, dat heb je wel vaker hoor, Want je het leven toch ook. Dat je iemand zegt, nou dat moet je niet doen, maar dat moet je juist wel doen. <laughs> Dus mensen opzadelen met een, een antwoord op een zingevingsvraag met een partijtje onzin. Ja, of je zegt als katholiek eerlijk, van, moet je lusteren, wij van de katholieke kerk, eh, als bij ons dat gebouw binnenkomt. Ja, je kan zelf zien dat het best vol staat met allerlei afgoderijbeelden eh, en eh, toestanden. Dus uh, iedereen wordt gefouilleerd dat je geen Bijbel uh, bij je hebt of op een of andere manier. En heb je er thuis ook nog eentje staan? en nou, dan word je geacht het boek om in de open haard te flikkeren en te verbranden. Uh, we doen gewoon niet aan de Bijbel. Hey. Ja, zeg dat dan eerlijk? Maar, uh, het is zingeving bij de katholieke kerk uh, zonder dat je daar de Bijbel bij gebruikt. Maar ja, dat is voor hun zo'n... Ja, dat willen ze dan niet. Ja? Dat hebben ze ervoor gekozen. nou weet je wat? Als iedereen nou denkt dat wij doen aan de Bijbel. En dan doen we dat eigenlijk gewoon niet. Is dat dan niet een oplossing? Ja, dat is precies de oplossing die ze gekozen hebben. Well, Greg Sismanski. Die man die staat op internet. Bij, uh, hij zit bij First Amendment Radio. Maar hij, heeft, hij is journalist geweest en hij heeft op dezelfde zender gezeten als Alex Jones. Die ken je misschien wel. Van Prison Planet. En uh, die andere was, uh, website, Prison Planet en Infowars. Uh, Alex Jones had een, RBN heet dat station, een radiostation. Republic Broadcasting Network. Daar heeft Greg Szymanski ook gezet. Hè? Daar is hij vanaf getukeld... doordat hij alleen maar op het, op het laatste alleen maar zat te zeuren over uh, de Rooms-Katholieke Kerk... en een fijne Jesuitenorde. Anyway, toen Greg Szymanski klein was... toen ging hij naar... hoe heet dat? Uh, dan ze bijbelles of zo, hoe heet dat? Uh, nou goed, ik weet het niet meer. Maar dan word je geacht. En ik, uh, eens in de week ging je er dan naartoe. En dan een of andere vent in een jurk. Uh, en dan krijg je uitleg over uh, hoe het allemaal in elkaar zit. Met de Bijbel en zo. Nou, toen vroeg hij aan die man. Maar goh, in de Bijbel staat. En, en Bijvoorbeeld Matthäus, wat zei ik net? 24, vers 9 of zo. Hè? Nou ja, uh, hoe moet ik dat dan duiden? En die man zo wat? Wat is, wat, wat, wat? Ja, uh, Greg Sismanski was toen veertien of zo. Hè? Nou, toen moest die man tegen Greg zeggen, van, nou, uh, ja sorry jongen, daar heb ik geen antwoord op. Dat weet ik niet. Nou, ja, en twee weken later had Greg Sismanski het wat gevonden. Ja, in de Bijbel staat dit, en hey, jij zegt dat. En dan die priester weer tegen van, wat, wat, wat. Nou, dat ging zo een keertje of drie, vier, vijf kwam dat tot een punt waarop die priester tegen zo'n veertienjarige snotneus moest zeggen van ja, sorry jongen, ik weet het antwoord niet. Ik ga dan door voor een beëdigd uh, bijbelkenner, maar jij stelt zulke uh, uh, vragen die zo uh, puntig en goed voorbereid zijn dat ik geen antwoord heb. Toen werd die priester zo zagrijnig, toen heeft hij hem uh, de toegang tot dat hele gebeuren ontzegd. En jij komt er niet meer in. Zo, dan zijn we van dat probleem af. Nou ja, Greg Szymanski zit nog steeds, niet iedere week, maar regelmatig op internet hoor. En voor hem is het duidelijk dat het gaat, bij het katholicisme gaat het om, een, om de werelddominantie. En waarom zou je de wereld willen domineren? Nou, dat is maar uh, met één reden voor te verzinnen. Los van de reden die je zou hebben dat je zegt: nou, ik heb het beste met de mensheid voor en uh, ik ben goud eerlijk en ik wil dat alles met iedereen goed gaat. En uh, dus wil ik de baas zijn, want dan kan ik ervoor zorgen dat, uh, iedereen een, uh, ja, dat het iedereen met iedereen goed gaat. Ja, als dat zo is, dan spreek je de waarheid. Dat betekent dat je geen katholiek kan zijn. Want de katholiek zegt: Wij doen aan de Bijbel, terwijl dat het helemaal niet waar is. Dat is een leugen. En een, een, een liegende baas, dat is niet goed voor een wereld. Dus dat kan de reden niet zijn. Dus de katholieke kerk kan het niet goed bedoelen. Want dan zouden ze, als ze het wel goed zouden bedoelen, dan zouden ze niet liegen. En aangezien ze wel liegen, kunnen ze het dus niet goed bedoelen. Punt. Kwestie van logica. Ja. Nou, waarom zou je werelddominantie willen als je het niet goed bedoelt? Nou, dat kan maar één reden hebben en die reden heet luiheid. Oftewel sloth, op zijn Engels. Want je wil een hele hoop uh, poen hebben en voldoende brunettes uh, gemengd met uh, interessante blondines. Voor de aangename kanten van het leven. En een mooi dak boven je hoofd. En uh, een snelle auto om lekker mee te scheuren. En uh, nou, al die andere dingen maar die zo fijn zijn. Maar je hebt geen zin om ervoor te werken. Of om het nog economischer, nog puntiger te zeggen. Je hebt geen zin om zelf waarde toe te voegen aan onderdelen van deze wereld. BTW is de belasting op de toegevoegde waarde. Ja, de toegevoegde waarde die wij leveren. Wij voegen waarde toe. Vanmorgen ging ik dus om half negen de deur uit. En naar het gehandicaptencentrum Dingens. En nou, het was niet heel vies, want ze maken daar heel veel schoon. Hè? Maar het was vies. Hè? Ik heb daar etterlijke ermers met uh, van het grijzige water, uh, hè? grijs kleurtje water, weg zien spoelen. Ja, ik heb waarde toegevoegd. Toen ik klaar was, was dat centrum meer waard dan toen ik arriveerde. Want toen ik arriveerde was het smoezig. Niet heel vies, maar. Hè? In de badkamers, er waren twee badkamers. Ja, dat was een beetje geknoeid met deze en gene. En iemand had erin gestapt met uh, modderschoenen. En, nou, ja. Ja, en toen ik dus wegging, uh, waren die badkamers uh, spik en span. Huh? Oh ja, en ik heb de was uit de machines gehaald. Huh? Nou, wat is nou meer waard? Uh, was die uh, in de wasmachine zit? Of godbeter, het uh, nog in de wasman zit? Of was die... Uit de wasmand is gehaald, in de wasmachine gestopt. Hij heeft een programmaatje gedraaid. Dat is overgepakt door Perry Winkel. Eh, dat het programma klaar was. In een droger gestopt. De droger zei: piep, ik ben klaar. Perry Winkel, alles eruit gehaald. Op tafel gelegd. Onderbroekje voor onderbroekje. T-shirtje voor T-shirtje. Allemaal die naampjes opgezocht. Dan zijn er ook nog wat kledingstukken. En er zit geen etiketje in. En dat even gevraagd. En gehoord: nou, dat is van die en dat is van die. En dan leg ik al die schone spullen leg ik terug in de kast. Dat heet het toevoegen van waarde. Het kost tijd en kost aandacht. Ja, en die mensen die de heerschappij willen, die willen dat er belasting wordt betaald over het toevoegen van waarde. En die belasting, daar gaan zij dan. Uh, ja, die dingen die ik net zei. Van de leuke dingen van het leven mee gaan betalen. Ze zijn tegenwoordig niet meer zo open over waar precies alle poen vandaan komt bij de overheid. Maar het leeuwendeel is BTW, kan ik je vertellen. En loonbelasting, by the way. Dat is ook BTW, by the way. Maar loonbelasting is ook een belasting op de toegevoegde waarde. Dus als jij werkt voor een baas... Dan, dan ben jij voor je baas zeg maar, 100 waard. En dan, jouw baas betaalt je dan 100 voor de waarde die jij hebt toegevoegd. Maar jij krijgt van die 100, krijg jij maar 50 En de rest gaat naar de belastingambtenaar. Want jij hebt waarde toegevoegd. En dan zegt de Nederlandse: Oh, je hebt waarde toegevoegd. Oh, nou, dan willen wij even. Zelfs ik. Ik betaal, of laat ik het zo zeggen, mijn werkgever. Die, die betaalt uh, 13,67 euro per uur als ik een uur heb gewerkt. Dat zijn zij kwijt. Dus, zij vinden mij 13,67 euro per uur waard. Dus ze betalen ze gif. Maar dat krijg ik niet. Ben jij maf? Ik krijg net al... Ja, Gaat er niet zo heel veel van af, want ja, ik zit op een heel laag inkomentje per maand dan. Dat is allemaal bewust gekozen. En ik ben niet zielig. En ga in godsnaam geen Giro 5 v voor mij beginnen, want ik zou niet weten wat ik met die poen moet doen. Echt niet hoor. Sorry, maar uh, ja. hou, hou die centen maar lekker voor je eigen. Koop een bos bloemen voor je vrouw als ze vriendelijk is. Als ze vriendelijk is geweest dan. Geen bosse bloemen kopen voor al die vrouwen die in mijn leven geweest zijn. Want dat soort types, die. Uh... Nee, daar kan je beter niet van houden. Je kan beter kippen houden. Kijk, ik verdien niet zoveel, dus op mijn toegevoegde waarde houden ze daar niet zoveel in. Maar dat gaat toch ook wel naar de 15% of zo. Hè? Dat is echt niet lullig. Dus dan sta ik daar een uur lang uh, op toiletten te, te zuiveren. Hè? En dan is die organisatie 13,67 euro kwijt. En dan zeggen ze in Den Haag: Mooi zo, hebben wij weer 2 euro verdiend. Ja. Doordat ik toiletten sta te zuiveren, snap je? Dan heeft Den Haag weer 2 euro in de zak. En dat twee euro is helemaal niks, maar uh, na de toiletten gezuiverd te hebben... ga ik de vaatwasser uitramen en uh, dan rijdt hetzelfde verhaal. Al met al, op zo'n ochtendje uh, gaat er toch een tientje naar Den Haag. En dat doe ik dan vijf dagen in de week, dus dan weer vijftig euro naar Den Haag. Ja. En die poenen, ja... Die... Ik wordt natuurlijk ook weer betaald door de overheid, dus in dit geval is het een beetje moeilijk. Want die gehandicaptenzorg, dat is natuurlijk geen commerciële business. Dat wil zeggen, het is wel een onderneming die het runt, maar die wordt betaald vanuit de overheid. Een reden te meer waarom ze. Ja, dat het een beetje vreemd is dat ik bruto netto dingen berekend krijg, maar laat maar zitten. Hebben we het daar een andere keer over? Gaat mij erom dat je belasting heft over de toegevoegde waarde. En dan ga je zelf helemaal geen waarde toevoegen. Je gaat alleen maar die belastingcenten uitgeven en dan roep je zo hard mogelijk. Uh, ja, ik doe het heel goed, kijk eens. Ik uh, voegen waarde toe. Ja, neem een koningshuis. Wat voor waarde voegen ze toe? Ik zou het niet weten. Wel iets als koningsdag, eh, dan ja. ja, ik vind geen waarde hebben. Dat punt. Ja, het is dus dan, ja, wat ze doen is, ze geven dan eens per jaar uh, opdracht aan de gemeenten van Nederland. Om vergunningen te verstrekken voor het produceren van een enorme bak lawaai. Wat echt hemeltergend is. By the way. Ik woon dan in hartje-centrum van Arnhem. En ik heb er vlakbij het kerkplein. En dan heb ik uh, rechts van mij, zoals ik nu. In de, uh, ik, ik lig in mijn Ikea-bed. En uh, rechts van mij heb ik het uh, provinciehuisplein. En uh, links van mij uh, is er ook nog een of andere. Uh, Plein. Jongen, jongen, jongen. Dan gaan ze op drie pleinen te keer. Nee, daar word je blij van. En dat gaat door tot twaalf uur 's nachts. Nou, daar word je blij van. Oetje, oetje, oetje muziek man. ik weet nog een keer dat ik er was er een, een kroegje in Wageningen en die hadden een mini festivalletje georganiseerd op een middag zaterdagmiddag in de zomer dat was buiten bij slecht weer zou het binnen zijn maar het was geen slecht weer het was lekker buiten en ik speelde daar ook En we hadden een korte set en nou er waren vier bandjes of zo en allemaal mochten we uh, ja, niet zo heel lang spelen, 25 minuten of zo. Er was een kleine PA'tje, weet je dat, van die kleine boxjes het zou het geweest zijn, twee keer 400 watt of zo, weet ik niet meer. Nou, toen waren we begonnen met spelen en toen kwam er iemand langs van de gemeente met een decibelmeter. En die ging heel moeilijk doen. Het mocht maar 70 decibel zijn. Ja, ja. En het was smiddags. Laatst zijn we begonnen, misschien vier uur smiddags zijn we begonnen en... Zeg maar, rond etenstijd was het allemaal zo'n beetje. En half acht, acht uur was het klaar. Dan werd het ook weer wat donkerder en dan ging, dan ging het publiek naar binnen toe. en daar was het dan nog meer uh, disco of zo. Huh? Dat was alles. Nee, dan komt de gemeente met een decibelmeter. Terwijl wij daar waarde toevoegen. Dat was echt, uh, onze muziek was erg verrassend leuk, moet ik zeggen hadden dat goed voorbereid. En wat er ook speelde was een ska-band, en die waren ook erg goed hoor. En er was een band, uh, dat was van die grunge. En je als de, de Black Crows of zo. Die crunch-muziek uit die, uh, die stad waar, uh, die streek waar, waar Microsoft vandaan komt. Redwood of Redmond of zo. Hey, wij voegen een toe en dan zitten ze daar over te zeiken. En dan gaat hier uh, de, de gemeente vergunningen afgeven omdat Den Haag dat zo zegt. En dan krijg je echt nou, geen 70 decibel. Dan ben jij maf man. De kopjes stonden te rammelen bij mij in de kast hè? alle ramen en meuk, alles had ik dichtgedaan. Niet te harde, man. Dan heb ik dubbel glas gekregen. Dat was heel fijn van de woningbouwvereniging. Maar dat houdt die lage trillingen niet tegen. De muren die trilden hier, ja. kon die trilling voelen. Want de koning is jarig. Ja, de koning voegt geen waarde toe. Dat is mooi voorbij. Kijk, dat geslacht van Oranje, wat hier dan heerst, dat is ooit begonnen met die Habsburger. En die heet, uh, zijn bijnaam was Willem de Zwijger. Ja, dat was een leider. Die wordt dan genoemd de vader des Vaderlands. Nou, noem niemand op deze aarde je vader natuurlijk. Maar dan nog in zijn geval, de vader van het vaderland. Ja. Vind ik een beetje dat je kan zeggen: Nou, dat mag dan wel. <laughs> Die hielpen ons in de strijd tegen de paus. Die hielpen ons in de strijd tegen het, tegen het katholicisme. Maar toen heeft het katholicisme heeft hem laten doodschieten. Kijk, dat soort uh, mensen, zoals Willem van Oranje, Willem de Zwijger. Hè, die een volk weten te verenigen. Ja, die, die man had toegevoegde waarden. Hè, want je ja, had de provincie ja, toen allemaal provincies. Hè? Utrecht, Friesland, Holland, Zeeland. Om maar vier te noemen. Zo. En onder hem uh, werd, dat, uh, werd dat één. Dus je hebt die, die, die strategie van verdeel en heers. Dus als er oneenigheid is, als er verdeeldheid is, dan creëer je een zwakte in een regio. En Willem de Zwijger die deed precies het tegenovergestelde. Die, die kweekte een eenheid. Willem de Zwijger had toegevoegde waarden, was een slimme man. En van zo'n iemand vind ik het dan ook geen enkel probleem dat hij ja, met lijfwachten in de rondte loopt. En dat hij goed beschermd wordt. En was hij maar goed beschermd geweest. Maar die, die Baltas en Gerard, die heeft een paf, poefte. En onze Willem-Alexander, ja, die, uh, die, die kan geen scheet laten voordat er uh, twintig man allemaal paraat zijn. En allemaal van die oortjes in. en oh, Ik sta hier op de hoek. En, uh, heb jij het in de gaten? Piep, piep, ja, ik heb het in de gaten. En het hoofdkantoor, zegt het hoofdkantoor. Oh, hier zit het hoofdkantoor. Uh, we hebben het in de gaten. Ja, uh, als nou, uh, sectie 8 uh, zich verplaatst naar regio B. Ja, sectie 8 naar regio B, want daar worden de bloemen in ontvangst genomen. Kijk, Willem-Alexander wordt beschermd. Maar in Willem-Alexander heb je niks. Of ik heb een krantenbericht over het hoofd gezien. En Willem-Alexander, die, 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 die kust de voeten van de paus. Dus wat heb je, hè? Wat heb je eraan? Gaan nou, we even verzitten hoor, ja, een kopje thee. Even de microfoon verstellen. Ja, wat heb je eraan? Katholicisme is killend voor een land. Het is verschrikkelijk. En, en Willem de Zwijger, daar hadden we wat aan. En onze Willem van nu. Die zegt tegen ons: niet zeuren, de pauze is de baas. Goed begrepen? Oké, okay, bek houden. En je mag stemmen. Yeah. ja. Je mag stemmen op een kleur. Je mag rood stemmen, blauw stemmen, groen stemmen, paars stemmen, zeg maar. En wat je krijgt, dat is wat de paus wil. Snap je? No way, man. Dat is best wel zielig voor ons. Ik vind het ook zielig voor mensen die. PVV stemmen en uh, de Forum voor Democratie stemmen. Dat die mensen nog een idee hebben dat ze bezig zijn met een verandering te bewerkstelligen. Terwijl de logica dicteert dat er geen verandering is. Niet uit die hoek. Dat kan niet. Helaas. Ja, de de parlementaire democratie. Uh, dat is van bovenaf geregeld. Dat zit helemaal in elkaar gedraaid. Ik ken een getuige. Iemand. Nou, ik zal het even wie als je is. Als was een uitbater van een koffieshop. Dus een hele betrouwbare bron. Een hele lange man met uh, rossig haar. Een typische Hollandse kop. Dat was ergens in 2007, 2008. En ik had een project in die dagen in Amsterdam. En dan liep ik door de mijn straat naar, uh, naar de plek toe waar ik moest vergaderen. Eens in de maand of zo was ik daar dan. En dan vaste prik, als ik dan terugkwam van het vergaderen, dan haalde ik een Haringkie. want de een er vlakbij. En dan ging ik naar het naar tentje toe en dan rookte ik een blootje. Niet dat ik dan apenstowend werd of zo, daar ging het niet om. Ik vond vriendelijke mensen daar. Hebben aardige mensen ontmoet. En dan stond ik daar buiten op de stoep. Want tabak roken dat mocht toen in die dagen niet. Binnen. En die man, die stond ook een checkje te roken en die vertelde dat een oom van hem, die was voor de een of andere partij, politieke partij, in de Tweede Kamer beland. Nou, zei hij, en die werd op een dag aangesproken op de, in de wandelgangen. Van, ja, kunnen we je even spreken? En hij zo, ja, is er een hand? No, werd er tegen hem gezegd. Jij hebt een aantal kamervragen ingediend. Ja, zei die man, dat klopt. Ja, uh, werd er tegen hem gezegd. De, op zich mag dat wel. Alleen, ja, uh, dit, dit zijn niet echt de kamervragen waar wij. Uh, ja, wat wij dan noemen kamervragen. Uh, dit zijn meer uh, vragen waarvan we denken: ja, die. Ja, die moet je niet aan de kamer vragen. Uh, wij denken meer aan van die. Uh, ja, een beetje onschuldige vragen. Van. Uh, is het niet de tijd voor een verbetering? Zo. En dit zijn wel heel erg concrete vragen. En uh, dat, dat is, uh, die ervaren wij als uh, niet plezant. En uh, ja, ze worden dan ook niet. Uh, ja, ze gaan door ons de terzijde geschoven worden. En als je dat soort vragen blijft stellen. dan uh, zullen we ook die toekomstige vragen allemaal terzijde schuiven. En dat is, ja dat, ja, dat leidt niet tot een fijne samenwerking tussen jou en uh, ons. Dus je mag wel kamervragen blijven stellen, maar ja, niet dit soort vragen, snap je? Nou, zei die koffieshophouder. Nou, maar oom heeft nog een tijdje in de kamer gezeten en toen dacht hij, wat doe ik hier? Dat is een schijnfunctie. En ook het verhaal van iemand, en die was dan in de Kamer voor de Partij voor de Vrijheid, van Geert Wilders. En dan ging het om een motie, en dat was dan voor of tegen Europa. En hij dacht uh, zo even van: oh, nou, ik ben voor de PVV, en Europa, nou, daar doen we niet aan mee. Dus uh, die had zich laten ontvallen, van ik ga dan tegen die motie stemmen. Huh? Want die motie was voor Europa, of die. Ja, anyway. Hij zou dusdanig stemmen dat Europa er bekaaid vanaf zou komen. Ja, en dat had dus iemand opgepikt binnen de PVV. En die was even naar hem toegekomen, vlak voordat die stemronde zou zijn, en tegen hem gezegd: van, Goh, ik heb opgepikt dat jij van plan bent om uh, voor te gaan stemmen of zo. Hè? En hij zei: Ja, dat is toch de bedoeling, want we zijn toch van de PVV? We zijn toch anti-Europa? op die man tegen hem zei: En dat was een PVV-er, die man. Die zei tegen hem: Ja, we zijn wel anti-Europa. En, uh, uh, ja, en, en we stemmen dus uh, ja, nu even voor Europa. Snap je? Nou, die man snapt er natuurlijk helemaal niks van. Maar voor de lieve orde en de goede vrede heeft hij maar gestemd zoals die man tegen hem zei. Maar ja, nou snap ik het ook niet. Ik dacht dat we tegen Europa waren, maar vandaag heb ik dan toch even voorgestemd. Want er werd tegen mij gezegd dat ik dat moet doen. Ik snap er helemaal niks van. Ja, ik snap het wel. Ja. Bij Europa werken 40.000 ambtenaren. En die kosten ons 345.000 euro per jaar. Nou, je gaat mij niet vertellen. Nou ja, als ik zo zeg, als een ambtenaar bij de EU 345.000 euro per jaar kost. dan lijkt me dat een hele dure ambtenaar, of niet? En als die dat niet kost. want wat zou een ambtenaar mogen kosten? 60.000 euro, dat vind ik eigenlijk genoeg geweest, toch? Voor zo'n luise baantje. Een beetje het opgeheven vingertje te spelen naar de rest van Europa toe. van dit mag wel en dit mag niet. En. Uh, alles moet je eerst aan hun vragen. We hebben laatst, waren wij zomaar in een of een plan om windmolens te gaan neerplempen in het noorden van Overijssel. Nou, daar waren ze vanuit Europa achtergekomen. En gelijk, ja nee, maar dat kan zomaar niet. Dat moet je eerst aan ons vragen. En als je het aan ons gaat vragen, nou dan zeggen wij van nee. Want uh, dat kost te veel NO2. Ja, ik zweer je. Stikstofdioxide, gaan ze nou over zeuren. Windmolens geven te veel stikstofdioxide aan. Dat zegt een Europese ambtenaar. Dus uh, ja, eigenlijk zou ik zeggen 18.000 per maand vind ik... Uh, 18.000 per jaar lijkt mij genoeg. Dat soort lulkoek, die lulkoek kan ik ook wel produceren. Nee, zo'n ambtenaren, uh, die ambtenaren die gaan naar huis met misschien 30% van uh, die kostprijs. En dan blijft er dus iets van 200.000 euro per ambtenaar over. En waar dat geld blijft, ja, wat denk je zelf. Dat wordt niet gedoneerd aan het Arme Dierenfonds van Marianne Timo of zo. Ja, dit is waar, hè, wat ik zeg. Dit is op basis van de gegevens van 2017. Dat is het enige wat je er tegenin kan brengen dat die gegevens inmiddels oud zijn. Zo. Je kan rijkhalsend uitzien wanneer ze de gegevens over 2018 gaan uh, produceren. Daar komen ze vast binnenkort mee. You believe me. En dan ga je nog meer schrikken, dan is het denk ik uh, gestegen naar 380.000 uh, per ambtenaar. En het aantal ambtenaren is gestegen met 10%. Ja, ik praat geen poep, jongen. Ik ben een middag bezig geweest om een website van de EU. om al die getalletjes uh, te copy-pasten. zodat ik één spreadsheet had waar alles in staat. Want wat die, <laughs> wat die slimme rikken doen. ze maken ze een website. En hier kunt u alles vinden over de EU. En er staat dit heel netjes. En dan staat er staat ook nog in één oogopslag. Nee, dat is niet een één oogopslag. Dat is in uh, ongeveer 400 oogopslagen. Ik heb een sheet gemaakt met alles in één oogopslag. Uh, die sheet die begint dus, dat in kolommen en dan regels. Hè? Uh, het aantal regels is gewoon één regel per land. Dus Nederland staat niet bovenaan. Want ik heb even de landen die het meest betalen bovenaan gezet... en de landen die het meest ontvangen onderaan gezet kwestie van sorteren dat kan een gemiddelde spreadsheet. Ik heb gebruik gemaakt van OpenOffice, gratis. Nou en er zat uh, België bovenaan. Dat Wist je misschien niet, maar België betaalt het meeste aan de EU per inwoner of per arbeider moet ik zeggen. Dus per persoon die waarde toevoegt, per waarde toevoegen betaalt de Belg, de gemiddelde Belg het meeste. Gevolgd door de Nederlander, gevolgd door de Duitser. Ja, dan zie je het in één oogopslag. Dus ik op mijn computer kan dat uh, in één beeld heb ik dat hoor. Ik heb een 15 inch monitor. Ik kan het zo zien. Kostte mij een hele, nou, hele middag zo'n beetje. Ja. Twee uur, drie uur lang. Uh, moet je eerst uh, klikken op die site van Europa voor een land. En dan moet je per land moet je wat getalletjes. Moet je eerst even snappen wat ze nou precies rapporteren. En dan moet je die getalletjes er allemaal uitplukken. Uh, die moet je overkopiëren naar OpenOffice. En dan moet je er niet vergeten dat ze werken. Want het is een Nederlandse site. Dus dan doen we de, de comma gebruiken voor uh, de centen en zo. Ja, dat moet je dus niet hebben. Dat snapt OpenOffice niet. Ja, dat kan je instellen in OpenOffice. Ja. ja, dat is allemaal wel best, jongen. Anyway, je moet het dan uh, kopiëren vanaf de website van de EU en dan plak je dat in een platte tekstverwerker. En is alle fondinformatie pleiten. Dan heb je gewoon de pure getalletjes. En dan even die uh, nummers uh, formatteren. En dat geheel weer plakken in de grote spreadsheet. En dan pak je het volgende bedragje. Nou, daar ben je wel even mee bezig. Iets van, hoeveel landen? Ja, maar Piri, dit zou te gaan over de katholieke kerk. En de... Ja. De EU is uh, van de katholieke kerk, jongen. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho, niet te snel, Perry. Ja, de EU is van de katholieke kerk. Wat is van hun? Het gaat om... 26 landen... En van die landen heb je hoeveel getallen nodig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uh, 14 getallen, en dat had ik gezegd, over 27 landen. Ja, Gaan we even uitrekenen. 270 plus. Het zijn maar 300 getallen. Sommige zijn formules, dus die hoef je daar niet over te typen. Zeg maar 240 getallen in totaal die je echt keihard moet overtypen. Of overkopiëren. Ja, daar ben je wel even mee bezig. Maar dan heb je het in één oogopslag. Wij betalen 345.000 euro per ambtenaar per jaar. Voor het ons laten opleggen van onzinregels. Ja, dat is nou precies de katholieke kerk. Ja, maar uh, dat heeft toch niks te maken met uh, het geloof of zo? Nee, precies. Het heeft te maken met werelddominantie. He? En daarvoor hebben ze dat geloof nodig. Ze moeten dat geloof onder de knie hebben. Alle gelovigen moeten allemaal katholiek zijn, of aangesloten zijn bij een affiliate. Zo'n. Dat je van een filiaal bent, zo. Ja. Zoals uh, tegenwoordig uh, 90% van de protestante kerken. Uh, die hebben meegetekend met het Tweede Vaticaans Concilie van de jaren 60, van de vorige eeuw. Ja. Alle atheïsten zijn per definitie katholiek. Hoe meer atheïsten, hoe beter. Er is maar één groep waar ze een ongelofelijke pesthekel aan hebben. En dat zijn de bijbelgelovende christenen. Want die laten zich helemaal niks aanleunen. Die noemen niemand op deze aarde hun vader. Want er is maar één de vader. En dat is de vader die in de hemel is. Eww. We hebben helemaal geen uh, wereldkerk nodig. Want er is een wereldgeloof. En dat heet logica. En logisch gesproken, uh, ja, dat kan iedereen beredeneren. Iedereen kan logica toepassen voor zover hij dat zelf wil. Heb je helemaal niemand voor nodig. Huh? En die idiote dingen die de katholieke kerk allemaal doet... dat is bemoeien, bemoeien, bemoeien en nog een keer bemoeien. Op allerlei manieren. En ze veranderen van strategie... Uh, want inmiddels is het niet meer van belang... dat jij... iedere uh, keer naar de mis gaat. En voordat je naar de mis gaat... moet je dan eerst ter confessie... dan moet je biechten. Dat hoeft allemaal niet meer, joh. Nee. Ze hebben tegenwoordig Facebook. Daar kunnen ze zien wat je aanspouwt. Want daar ging die hele biecht over. En dat is ook zo'n mooi voorbeeld van... iets als biechten... van je zonde. Hè? Dus vergeef mij, vader... Want ik heb gezondigd. Daar moet je mee beginnen als je ter biecht ging. Met het Tweede Vaticaans Concilie is dat fenomeen dan naar de achtergrond geschoven. Want het mag nog wel, maar het is niet meer verplicht. Maar voordat het dan zover was met het Tweede Vaticaans Concilie, was het wel zo. Was het verplicht. Je mocht niet naar het eten van het Jezuskoekje feest gaan. Jezuskoekje als die ouwel. Want dit is het lichaam van Christus. En was toen was het verplicht en dan moest jij moest je als uh, confessant of zo, als biechter, dan zat je in zo'n biechthokje uh, in het donker en uh, dan moest je zeggen, vergeef mij vader, want ik heb gezondigd. Waar staat dat in de Bijbel? In de Bijbel staat dat je fouten dient op te biechten. En dat betekent dat je die fouten opbiecht aan je naasten. Een van de brieven. Een van de apostolische brieven, daar staat dat in. Maar dat zijn fouten. En fouten moet je niet opbiechten aan uh, de eerwaarde huppeltje pup die zondags een mooi verhaal houdt. Nee, die fouten moet je opbiechten aan degene die de bok kunnen zijn, de sjaak kunnen zijn van zo'n fout. Om de schade te beperken. Daarom biecht jij je fouten op. Daarom moet je dat doen, uh, gezond. Verstand gebeuren. Als jij op een bedrijf uh, bezig bent en, je, en je, hebt, je hebt een fout gemaakt. Uh, is het niet echt collegiaal als jij uh, dan denkt van... Oh, uh. Nou, uh, volgens mij heeft niemand het in de gaten. Uh, nou, ik, uh, ik doe even alsof uh, mijn naam Haas is. Kijken wat er gebeurt. En dan gaat er vervolgens van alles mis en, en dan kijk je weer de andere kant op. Kijk, dat is niet collegiaal. Ja. Als jij een fout hebt gemaakt, moet je eerlijk zeggen. Ja, ik heb een fout gemaakt. En dan kan het heel goed zijn dat er iemand verschrikkelijk uit zijn plaat gaat. We, nou, potverdorie, jij ja, een fout te maken. Uh, dit komt eventjes niet zo goed uit. En dan krijgt iemand maar een emotionele bui. Ja, dat is vervelend voor jou natuurlijk, maar... Nou, het is niet zo dat jij om die emotionele buien te ontlopen, dan maar je fouten gaat verzwijgen. Dat doen we niet. Maar biechten is iets heel anders. Dat gaat niet om fouten, dat gaat om zonde. Snap je? Nou, ik vond het een hele heldere beschouwing over uh, de katholieke kerk en uh, de noodzaak van hun aard. Ik denk dat ik het zo ga noemen. En jullie een reuze bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgs, zaak ik tjus. En dag liefharts.